een prachtige verzameling van kunstwerken, van hele praktische dingen. Als je nog de tuin moet werken, kreeg ze inspiratie. Als je nog de badkamer moet doen, kreeg ze inspiratie. De tv, etc. Of als je vrouw nog wil verrassen met mooie sieraden. Hier is echt alles aanwezig. Dus wat dat betreft is het een beetje jammer dat ik alleen ben. En in de maanden nog bij die is, dus ik moet mezelf wel een beetje gaan verwennen vandaag. En ik hoop dat hier dat ook doet. Ik vind het prachtig dat vandaag, dit weekend, Artie Moza samen met Geert Teunissen de handen ineen geslagen hebben voor dit evenement. Toen ik solliciteerde naar de positie van burgemeesters, is mij altijd gezegd, ja, in Bezen en Reuven, daar geef je daar. Het is een gemeenschap die deed veel, er gebeurt het. En dan wordt ze natuurlijk maar een beetje geleugen, want ja, echt weten weet ze dat natuurlijk op dat moment niet. Maar na 3-4 maanden heb ik al zoveel voorbij zien komen dat ik al helemaal overtuigd ben dat dat klopt. En ik ben blij dat ik vandaag hier nog op mag zijn en hierbij dan met deze woorden, deze beurs, officieel voor geopend verklaar. En ik hoop van harte dat alle deelnemers een prachtig weekend hebben en dat ze er een plank op terug zullen doen. Dankjewel. Hey, Enne, de voorzitter van Kernheuvelleg Offenbeck, ook hier, bij Kunst en Lifestyle Beurs. Ja. Is al zover gekomen dat Kernheuvelleg hier ook al een standje heeft, of niet? Of is dat een privé-standje voor ikzelf? Nou, dit is een privé-standje. Dit heeft niks te maken met Kernheuvelleg. Oh. Ik moet overdag ook nog andere dingen doen, af en toe. Dus daarom stond ik hier als, niet als Kernheuvelleg. En waar heet ze dat dan? In Peruiver of in... We hebben de winkel en weer Ramung, maar we doen de dienstverlening eigenlijk het hele gebied Midden-Limburg. Dus ook Ruiven uiteraard, Offenbeck, Bezel en Zwamen, Bijlveld, alles in de buurt. En dat deed ze nog neven het Kernheuvelleg. Maar Kernheuvelleg is natuurlijk de hoofd. Ja. Af en toe heb ik nog neven de Kernheuvelleg vertiet om af en toe mee in de winkel te laten zien. Ja. Als je dan helemaal weet wie het werkt, dan moet ik je daar weer even vertellen. En af en toe kom ik even bij mensen toe, dus voor de KPN, en dan moet er weer wat geregeld worden. Of ik ben toevallig voorzien onderweg. Maar mij is dat uiteraard de hele dag voor het Kernheuvelleg beschikbaar. Kijk, dames en heren, als je een groot achterwerk wilt zien, hier staat er een. Ze moesten ook even in beeld zitten, er is een echte Reuvelse jong die nu in Holten woont. Oh, weet ik. Heeft u in de pech dat er een Holten is moeten gaan? Mooi, en Houten? Houten. Houten of Houten? Houten. Houten. Laat je ook zeggen, is Houten. Ja, maar Houten is ook, hè. Ja, ligt in Valkenberg, hè. En daar zit zo, Houten. Nee, ik zit in Houten, bij Borne. Bij Borne, bij Overijssel. Borne. Hey heren, dag Leon, dag Thomas. Hi. En hoe is het? Ja, lekker goed. Warm hier. Lekker vandaag. Warm, ja. Dus gelukkig zonder sleeps. Ja? Hebben ze die altijd nog? Nee, heeft ze niet elke dag nog sleeps in gevaar? Niet elke dag, nee. Gisteren wel, maar toen was het toch wel te warm, dus vandaag hebben we het geluchtiger gegaan. Maar joh, de werk is in het zakelijk bereik, dan moesten ze vaak een sleeps in hebben. Ja. Ja, daarom dan. Thomas ook of nee? Toen straks, dus alle Prins Klaus, de mensen, ik heb dat gedoe wie Prins Klaus dat heet gedoe. Dat hoorde je het ook al, maar wel leuk om het dan ook te zeggen van die toen dat Prins Klaus deed. Alles liep ze weg. Maar ja, als ze zakelijk bezig heet dat niet. Ja, vaak een pak. En verhuisplannen al of niet? Ja, eind van het jaar verhuizen een eigen pand toe. Gaan er vandoor weer de groei proberen door te zetten. Oh, wat de post geweest is. Ja. En dan weer het nog groter. Nog dat beter. Dat is de bedoeling, joh. Dat is de bedoeling. Moest je nog meer sleep dragen, hè? Nog meer sleep dragen, maar ja, goed, het brengt ook weer wat op, hè? Ja, is toch op, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. Als je goed je werk thuis, dan komt dat vanzelf goed. Zo, dames, leuk, heb ik lang niet meer gezien, hè? Ja, dat is een beetje geleden. Ja. Twee oud-leerlingen, en wat heb je hier, de stoel voor oude mannen te verwennen, of wat is dat? Ja, zeg ik allemaal liggen, hè? Ja? Ja, mag wel liggen. Ja, kom ik gewoon liggen. Maak me plaats. Oh, lekker frissie. Ja, dat vindt hij later aan. Mocht je zo aanhaaien? Dat mag je.
Zo, oké. Ben je eens benieuwd? Ja, maar we gaan doen aan de rimpeltjes. Aan de rimpeltjes gaan doen. Nou, ik heb alleen maar rimpels hoor. Gewoon begin even proberen te maken. Ik sta even de rugleuning achter. Akelig. Griezelig. Hij is nooit straf gekregen of zo. Nee. Voor beeldige leerling. Oh ja. Ik heb een beetje warm. Ik heb even een peeling erop en dat doe je huidcellen er vanavond te halen. Doe je huidcellen, heb ik die ook al? Iedereen het doe je huidcellen door middel van talg en vooral met dit weer. Het is een tiegelijk warmboete, dat transpireert heel veel. Het is heel belangrijk om de huid lekker dun en soepel te houden. Dat de dagverzorging of nachtverzorging ook goed zijn werk kan doen. Heeft ze dat allemaal natuurlijk ook geleerd? Ja, nou, op school rusten er allemaal gedrild hier. Ja. Ja, maar ja, de mannen mogen er ook wel eens wat aan doen, toch? Oh ja, die veranderen allemaal tegenwoordig, hè. Ze zijn helemaal de echte mannen, hè. Maar ik moet zeggen, het is wel lekker. Ja, lekker, hè. Ja. Ook met de hete dogen, dan is ze lekker fris. Ja, en vooral met dit weer vult dat nou natuurlijk eventjes wat warm aan. Dus gewoon heel eventjes wapperen, want het is nou erg warm. Ik lekker een fris gevoel op de huid. Normaliteit dan komt er onder een massage bij, maar... Zo. Ja, gans benieuwd. Mag het zo, hè? Dat is zo kloor. Ja, ik nou, en ben ik beeldig? Ja, volgens mij is mijn vrouw dat zo, dan mag ik elke maand terugkomen. Nieuwe laadpunt, hè? Is dat een laadpunt voor elektrische fietsen of zo? Elektrische fiets, elektrische auto's, elektrische, alles wat elektrisch aangedreven wordt, kan hier geladen worden. De auto's of de karretjes van invaliden kunnen hier als laadpunt opgeladen worden. En dat geeft als volgt, dan krijg je een aansluiting en een vreun en dan dus je erin. En nu staat er in de laadstand. Zo staat er een laad in, ja, de blauwe weer. En dat geeft dan met een chipkaart. Dat kan dus... En met chipkaart soms dan te goed op kunnen zetten en dan werd het dan afgerekend of zo? Juist, juist. Maar dat zijn diverse mogelijkheden. Dus je kan ze met een chipkaart, kan ze ook zeggen, we gaan kaartjes verkopen met een tegoed op. En dan kan ze dus gewoon een kaartje aan, dan wordt het net met een bel te goed, wordt het door vanaf gaan. En zolang kan ze die apparaat opladen. En wat is de bedoeling dat die gewoon overal komen, zodat de gemeente die kunnen of kan ze als particulier zo ook zo weer kopen? Men kan het als particulier kopen, maar dat is denk ik een kostbare geschiedenis. Het idee is erachter om overal servicepunten in de gemeenschap neer te zetten. Ja, bijvoorbeeld ja. Bij de gemeentehoes of bij een garage. Ja, bij particulier met ze zeer goed te denken aan horeca of zo. Het ja, ze ja. Zeggen ja. Van, ja. Ik pak maar een de horeca ergens bezig op de merd of ja. En toen zei ze van, ik zet me zo denk erbij, want er komen heel veel mensen ja. Met elektrische fietsen tegenwoordig ja. Al. Ja. En dan kennen die kennen door. Terwijl ze het gebruiken ja. Op het terras, kennen ja. Ze dus de fietsen juist. Opladen. Juist. Dus die particuliere bedoeling, ja, dat is ook zakelijk eigenlijk. Hè. Ja. Particulier, dat zou ik bij mezelf in de tuin moeten zetten, zou ook kennen. Ja. En die daar van het veer afkomen, die kunnen door de fiets opladen. Ja. Dan hebben die al duchtig moeten trappen dan naar boven, is de accu leeg. Ja, ja. Dit exemplaar, dat is het eerste exemplaar hoe we dus mee beginnen. Dat wordt dus bij ons zelf weer de winkel geplaatst. Dus bij de EP-winkel in Offenbeck. Ja. Ik heb dat staan en dat weer als het eerste laadpunt voor Offenbeck en Reuver en Bezel eerstdaags geïnstalleerd. Maar ik heb al een feeling gehad in het mee. Ja? Ja, ja. Kom op rij, meneer. Eigenlijk moet ik nu ook van die dingetjes zijn, want ik heb toch bij die meisjes een feeling gehad net. Met twee oude leerlingen. Dus moet ik nu eigenlijk allemaal oorbelletjes en zo gedaan. Hoorstukje. Ja, hoorstukje, ja. Ja, heb ik zo'n knotje hier zo. Ja, 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 ja. Het zou best leuk zien van mij. Ja. Goed zo. En de dochter maar bij Marcel, een knotje. Doe ik eens een hoorstukje, hebben een knotje van achterop zo. Ja, Mick wel eens een knotje. Ja, ja, kom. Ja, liet ze maar even, dat kan erin gevlochten worden. Oh, ja. En weet, ja, nee, als ze niet even liet groeien, dan geeft dat best. Ik ga ze implanteren. Hè? Ik ga ze implanteren. Ja, oh nou.
We hebben hier extra volume in gezet. Kennen ze zelf binnen 1 minuut kennen ze dat inzetten. Door middel van een touwtje kan ze bevestigen. Boven op het voorhoofd. En dan huurt hij. Kunt achterin kunt de volume te zetten. En dan creëren we een geweldige haarbos. Wat helemaal echt natuurlijk goed ziet. Net zoals de filmsterren op tv, hè? Ja. Ja, het ziet mooi zeggen, het ziet prachtig uit, hoor. Dus ze kiezen veel meer horen dan ze oorspronkelijk is. Ja, precies. Dan kan ze een haarverlenging doen of alleen de volume toepassen. En dan kan de klant kan het zelf toe doen. S'avonds fijn met die eigen natuurhoorn naar bed. En s'morgens kan ze het zelf voorin brengen. Maar hij kiest toch verschil tussen een eigen hoor en dit hoor? Nee, maar we hebben elke gewenste kleur, elke gewenste lengte kunnen we helemaal aanpassen. Dus wat de klant van kleur ook heet, kan gewoon ingezet worden. En die horen is allemaal naturel horen of is kunst? Nee, het is echt hoor. Het is echt waar, ja. Dus geen lid branden in de zon? Nee. Liever heel stevig zetten, het weet dan met een wind ook echt niet doet. Het is een supersysteem. Dat ziet er naar boven ook. Ja. Ik heb kleur opbrengen. Min kleur? Nee. Nee, grijs is er niet. Geen grijs, nee. Nee. Dat is jammer, man. Zijn we gewoon zo'n stukje gepakt, joh. Op den kunnen zetten, hè? Ja. Prachtige dingen heb je gemaakt. Door één zo'n beeldje is er bent een boom. Ja. En nu heeft iedereen alleen maar. Als we nog iets tegen kan misschien dat op een ander moment. Wilf, er is zoveel kunstwerk hier, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk bouwwerkers kunstwerk. Hè. Dat we het kapelje gaan werken, dat in 1964 is afgebroken. En daar hebben een paar mensen bij elkaar gegooid en het initiatief genomen om de herbouw van die Sint-Barbara-kapel weer te gaan realiseren. Maar hier kunt u zien wie de eigen situatie is. En de nieuwe situatie is daar van boven. Het perspectief steeds al op, de over met gemeld hier. En dat is eigenlijk de werktekening die ze gebouwd heeft weer. Een groep van de mannen 15, allemaal vrijwilligers uiteraard, die hebben net gedaan. Een aantal goede vakluiden erbij. Dus hij is ook weer niks te doen. Denk ze, ik ben geen voorzitter meer van Trommel en Fleuterkorps. Gewoon maar weer gedanken zoeken. Ja, ik snap die mensen niet, die al die gedanken zoeken. Ik heb het toch gezien, want Trommel en Fleuterkorps zijn daar, maar die affiniteit met zijn daar, ja, die moet ook blijven, ja. Ja, ik vind het een heel leuk initiatief om dat weer in ere te herstellen. Ja. Ja, dat is de bedoeling. En die daar werd ze weer gesitueerd op de breedte van het midden van de Overbekkenmarkt. En dan een meter of 13 van de Kanja. Zoals ze hier staat, komt ze de stond eigenlijk te zorgen. Tenminste, als die financiën dan komen. Dus we hebben alles rond, qua vergunningen, alles doorlopen. We willen eerst een x-bedrag hebben om te kunnen starten, dat we het dan ook achter elkaar af kunnen bouwen. Dat is de opzet, joh. Nou, veel succes ermee, hè. Dank u wel, dank u wel. Prachtig initiatief. Ja, dank u. Oké, Ans Krebex, behalve huizenverkoop verkoop je ook dakpannen, heb ik gezien. Hè? Wat is dat met die dakpan? Ja, dat klopt. Ik ben lid van de Rotary Reuver Meerlebroek. En de Rotary Reuver Meerlebroek die sponsort een weeshuis voor gehandicapte kinderen. En daar verkopen wij dakpannen voor, een certificaat van een dakpan voor €5. Dat wordt genummerd en gedateerd. Het geld gaat rechtstreeks naar het weeshuis toe. En wij vragen om zoveel mogelijk dakpannen te kopen, zodat wij dat weeshuis de gehandicapte kinderen erg goed kunnen helpen. Dus er worden symbolisch dakpannen verkocht en de bedoeling is eigenlijk dat er een nieuw tehuis komt of voor de opleiding van de kinderen? Of ja, wat is dat? Voor het totale onderhoud van het hele tehuis. En natuurlijk ook de opleiding van de kinderen. Het is echt gewoon geld wat daar naartoe gaat en wat de mensen daar nodig hebben en waar ze daar de kinderen mee kunnen helpen.
Dus dat is helemaal door jullie, door Rotary zelf uitgezocht, welk project? Of wordt dat toch door een grotere organisatie aangekaart of aangeleverd? Dit is echt een project van ons. Dus ja. Je weet ook zeker dat het terecht komt. Dat er een hele hoop blijft hangen zoals wel eens te doen gebruikelijk is. Hè, maar... Nee, we weten heel zeker dat het geld daar terecht komt. Een lid van onze Rotary Club, Norbert Rozemeijer, die heeft contacten met dat tehuis. En die neemt ook zelf het geld mee daar naartoe. Dat gaat dat ook zelf daar overmaken naar die mensen toe en in de gaten houden wat hun daarmee doen. En omdat het volgende week wordt uitgezonden, dan zijn we er niet meer hier met de beurs. Hè? Nee. Kunnen ze wel terecht bij jou, bij Krabbex Makelaardij? Dat kan, ja. Ze kunnen gewoon bij ons binnenlopen. De Rotary lokaal is boven mijn kantoor aan de Rijksweg. Ze kunnen gewoon bij ons binnenlopen en dan kunnen ze altijd spontaan een dakpan of meerdere dakpannen komen kopen. Dat kan. Nou, dat is prima. Dus behalve een huis kun je ook nog een paar losse dakpannen kopen. Ja, en dat het maar droog blijft dan. Nou, heel veel succes met deze actie van de Rotary Club. En ook nog veel succes hier vandaag. Ja, dankjewel. Oké. Nou, dan willen we hier even afsluiten samen met Christel Verlier en met Luus Steeks. De tweede keer dat er een kunst- en lifestylebeurs gehouden is op Ruiver. En ik moet zeggen, voordat ik het ook vroeg, mijn mening is alvast... Schoner, beter en groter nog dan vorig jaar. Wij mogen het eerste vragen daarover. Ik zal wel gaan zeggen. Normaal gaan de dames altijd weer, maar aan deze keer dan pak ik maar het initiatief. Maar het is inderdaad waar, wat ze zeggen. We hebben er ontzettend heel aan getrokken. En Christel, wat neer me zit, dat heeft er misschien nog wel het meest werk aan verricht. In de boefeur, in het lak en nu maar op. Want we hebben er inderdaad het vorig jaar september zien we begonnen met deze op te zetten, deze zaak, en we willen gewoon een sportverhoed maken. Christel heeft eigenlijk alles van het lifestyle gedeelte, terwijl voor van Artemosa waren we natuurlijk verantwoordelijk voor het kunstgedeelte. En het kunstgedeelte, daar is de kwaliteit alleen maar van de moeite voor. We hebben helaas een aantal mensen moeten teleurstellen, nee, ook niet zozeer vanwege het feit dat ze niet goed genoeg waren, maar we willen dus ook die verscheidenheid. Kijk, in Twame heeft een poppenbakker gemaakt. Een uitstekende merk en bijzonder gewild. Maar dat richt zich zuiver op de discipline van alles wat met klei is. En dat moeten ze zeker ook liever doen. We hebben een formule gekozen om te zeggen van we willen een verscheidenheid laten zien. En overal zoest hier ook brons, dus keramiek, dus schilderijen, oliewerfschilderijen, acryl, etsen, hout. Nummer op. En ik wil vingen, maar dat is onze mening, dat ze daardoor nog meer de mensen kan spreken om te kijken, te zien en te spuren. Heb je nog een speciale commissie voor de leven geroepen of niet? Ja. We hebben drie man van het bestuur van Artemosa. Die zitten in de commissie samen met Christel en Geert. Dus dat is een viesmanschap. Een quintet wat de zaak dus helemaal goed bedacht heeft en goed gewerkt heeft. Ja. En Christel is ook verantwoordelijk voor de zaken die hier stond, voor de stands van het zakelijke gedeelte, zeg maar, van de lifestyle gedeelte. We hebben dus met z'n allen vorig jaar die beurs georganiseerd en we vonden dat gewoon zo schoon om te doen dat we gezegd hebben, we gewoon weer. Doordat ze het al een keer gedaan heeft, kent ze een bedrijf laten zien van jongens, dit resultaat hadden we, wilt je nu mee komen doen? Dus die hebben dat bij de kunst kennen doen, daardoor ga je een beetje selecteren. Dus je gaat gericht zoeken naar verschillende soorten bedrijven om van alles schat te kennen laten zien, om het zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Je kent natuurlijk wel drie mensen met hetzelfde product neerzetten, want dat is voor die mensen niet leuk, maar voor de bezoeker ook niet leuk. Dus en ja... We hebben een totaalpleitje gekregen waar we allemaal trots op zien. Dus toen ben je er mede schuldig aan wat ik gisteren van mensen hoorde, wie voor hier naar boete gingen en verder in het dorp. Die zeiden van, ik ben doorgeweer, het was leuk, het was veel fijner van opzet. En ook het zakelijke gedeelte waren de stands veel schooner als we vorig jaar. Dus toen ben je ook mede schuldig. Ben ik mede schuldig aan dat we daar nu een hele mooie mix hebben gekregen.
En dat we dat dus, ja, we hebben gewoon ons best gedaan en de medewerking van de bedrijven gekregen om er zo samen het moois van te maken. Toen heeft het erover gehad of misschien een tweejaarlijkse beurs van te maken, maar ik hoop zelf is dat het volgend jaar weer is. Nou, dat is wel schoon om te horen. Ja, ja, ik vind het ook heel, heel plezierig, want dat betekent gewoon dat er een oentje gekeken wordt en dat is van belang. Maar toch zitten we dan met de dubben. Want er moest natuurlijk ook goed kijken dat er geen verzadigingen optreden of wat dan ook. Ik weet dat eerlijk gezegd op dit moment nog niet. En we zien er ook nog dit uit. Dus het is ook niet definitief gezegd welke stappen dat we nu verder gaan nemen. Maar dat er een vervolg op komt, dat kan men zeker met zijn.